Ben jij echt naar Nederland gekomen om carrière te maken als voetballer? Of hoe moet ik dat zien? Vertel eens. Dat ook, maar mijn moeder die woonde al hier. Toen heeft zij me laten halen om gewoon hier te wonen. Toen werd ik door Tony Penge gebeld, mijn vorige zakenwaarnemer. Die zei van, dat ik bij Feyenoord moet gaan trainen. 2 weken getraind en toen werd ik aangenomen. Oké, je hebt de jeugdopleiding bij Feyenoord gedaan, maar dus niet doorgebroken. En hoe gaat het nu? Wat zijn je verwachtingen? Ja, nu is het gewoon focussen bij Telstar, zodat ik gewoon mijn debuut maak. En daarna via Telstar misschien naar Bayern München of naar een andere club te gaan. Oh, je hebt wel ambitie. Ja. Moet als voetballer. Maar je dacht niet misschien eerst eens naar de Eredivisie of zo? Dat ook. Maar als Bayern München komt of andere grotere club, is dat veel beter dan gewoon naar de Eredivisie te gaan. En waarom noem je specifiek Bayern München? Ja, Bayern München is mijn club. Hoe kom je daar zo bij? Van vroeger al? Niet echt, maar nu Bayern München heeft, je kan zeggen, de beste spelers. Is een mooie club. Mijn trainer van Telstar is ook trainer daar geweest. Dus ja, en hoe hij die dingen vertelt over Bayern München, ja, dan vind ik dat gewoon een mooie clubje. Hey, Telstar, het bevalt? Heb je het naar je zin? Gaat goed? Maar je hebt nog geen basisplaats, hè? Vertel. Nee, nu is het gewoon, zijn we bezig met de voorbereiding, dus het is afwisselen. Soms speel je, soms kom je de tweede helft erin. Dus, maar hoe het er nu eruit ziet, denk ik niet dat ik in de basis sta. Maar wie weet, laat trainer me gewoon beginnen. Maar dat is wel nodig om naar Bayern te kunnen. Ja, dat wel. Maar als ik hier ook gewoon mijn ding doe, op die Nation League, dan ben ik zo weg. Oké, en dat is wat je wil? Ja, klopt. Naar een grote club? Ja, dat zeker. Je bent middenvelder, hè? Omschrijf jezelf eens als speler? Ja, ik ben technisch. Ik kan goede paasjes geven. Ik heb een goede trap. En het verdedigen ben ik... Ja, ik hou niet echt van verdedigen, maar... ik denk elke voetballer houdt niet van verdedigen, maar... Ja, zo ben ik gewoon. Ja, dat willen ze wel bij Bayern, hoor, dat je een beetje verdedigt. Ja. Ik ben nu bezig met de trainer. Ja, die zegt van ja, ik moet verdedigen. En dat doe ik nu ook gewoon. Maar soms ben ik een beetje laks. Maar komt wel goed. Kijk, is warm. Thank you. Hij is ook warm.